Wat ik bewust niet doe, is een voorstelling maken hoe is dat geweest voor Insia. Want dat is zo pijnlijk. Als ik mij, wat heeft mijn kind op dat moment gedacht toen dit met haar gebeurde? Dat stukje, dat is één groot diep zwart gat. Een meisje is vanmorgen vroeg ontvoerd uit een woning in de Watergraafsmeer. Het gaat om Insia Hemani van 2,5 jaar oud. Ze is met geweld meegenomen door 3 mannen. Zeer waarschijnlijk is het meisje ontvoerd in opdracht van haar vader. De politie zet alles op alles om de ontvoerde Insia te vinden. Het idee is dat het meisje Insia mogelijk in Duitsland verblijft en dat zij mogelijk deze week verplaatst zou gaan worden. En ik zie haar niet opgroeien en het is al 5 jaar. Moet je nagaan hoeveel mooie momenten moeder heeft gemist bij het opgroeien van haar dochter. Dat is vreed en dat is vreed voor de moeder, maar hoe erg is dat ook gewoon voor dat kind zelf, voor Insia. Ik heb vele ontvoeringszaken gedaan, gijzelingszaken, maar zo professioneel, dat heb ik niet eerder gezien. In de vroege ochtend van 29 september 2016 zit de 2-jarige Insia nog aan een broodje pindakaas als verschillende mannen de woning van haar oma binnendringen. Ze wordt op brute wijze meegenomen. De ontvoerders vluchten uit de woning op de Enfield Road. Een van de ontvoerders wordt direct door de buurtbewoners overmeesterd en overgeleverd aan de politie. Maar de mede-ontvoerders weten met Insia weg te komen. Ze smokkelen Insia mee naar Duitsland en vanuit daar wordt ze illegaal zonder paspoort meegenomen naar India. In totaal zijn er 8 mensen betrokken bij de ontvoering. De vader van Insia, Shehzad Hemani, is de opdrachtgever. AT5 zocht uit wat er de afgelopen jaren allemaal gedaan is om Insia terug te krijgen naar Nederland. En hoe het komt dat Insia nu, bijna 6 jaar later, nog steeds niet terug is. Wat ik me herinner is natuurlijk dat Insia tegen mij zei, mama, waar ga je naartoe? Dat ik zei, tot zo, mama komt zo. En dat zij zei, tot zo. En daarna heb ik haar niet meer gezien. En ik kreeg een telefoontje dat Insia was meegenomen. En dat was op dat moment, het stort je wereld in. Niet lang na de ontvoering reist misdaadverslaggever John van den Heuvel naar India. Daar ziet hij de vader van Insia en zijn advocaat Gerard Spong. Hij staat te bellen. En de Spong zat naast me. Ja. Ik ben met een klein team ben ik naar India afgereisd, naar Mumbai, om te kijken of we daar iets zouden kunnen vinden. En toen hebben we lang gepost bij het huis van vader, die hebben we ook uiteindelijk gevolgd. Nou, voor hetzelfde geld is India hier hoor. De kans is niet heel groot, maar ze zitten straks in die auto. Hij heeft ons eigenlijk gebracht naar een adres dat bewoond werd door zijn moeder, dus de oma van Insia. En toen hebben we wel kunnen vaststellen dat Insia daar ook in die periode verbleef, in dat appartementencomplex. Ik heb Insia niet gezien, maar wel weer van getuigen gehoord. Er komt zoveel geschreeuw en gehuil uit dat appartement waar zij werd vastgehouden, wordt vastgehouden. En dat heeft hij uit meerdere bronnen bevestigd gekregen. En dat hoor je dan. En dat zijn dingen die gaan door merg en been. Begin januari 2017. De eerste rechtszaak tegen de ontvoerders gaat van start. Het zal de eerste zijn in een lange reeks aan rechtszaken. Hierin wordt duidelijk dat de ontvoerders met een voorbedacht plan te werk zijn gegaan. Plan Barney is een professioneel militair opgezette kidnapoperatie, kort gezegd. En ja, dat hield in dat er vanuit alle werelddelen mensen zijn ingevlogen om te proberen om uiterst professioneel dat meisje uit Nederland weg te halen. En ik kan er nog steeds niet bij hoe je als ouder dat je eigen kind kunt aandoen. Dus ik stelde mij steeds de vraag van hoe kun je nou als vader, als ouder, het goed vinden dat iemand opschrijft, ja, geef dat kind maar wat slaapmiddel en zorg er maar voor dat ze gedrogeerd wordt, zodat ze niet te veel lawaai maakt. 6 maart 2017. Op de verjaardag van Insia zit haar moeder klaar om voor het eerst sinds de ontvoering haar dochter weer te zien. Dit is een afspraak die is gemaakt tussen de advocaat van vader, Gerard Spong,
en de advocaat van moeder, Peter Plasman. De vader van Insia komt niet opdagen en twittert ondertussen een foto met een chocoladetaart om de verjaardag van zijn dochter te vieren. Er moet natuurlijk altijd contact zijn tussen ouder en kind en daar is over gesproken. En toen heeft de vader contact toegezegd. Maar die werd niet opgenomen. En toen werd uiteindelijk, zei meneer Plasman, nou ik krijg door dat hij wel aan het bellen is. Nee hoor, meneer Plasman, kijkt u maar. En meteen daarna verscheen er aan de hand van de vader een Twitter-foto waarop het meisje te zien was achter een verjaardagstaart. En dat was, volgens mij kon dat alleen maar uitgelegd worden als zout in de wonden strooien. Dus daar zat ik met de taart voor Insia, met de hele familie. Dacht, en dat is echt, het is traumatisch. Dat is heel traumatisch. De rechtszaken zijn inmiddels in volle gang. En de vader van Insia beschuldigt John van den Heuvel vervolgens van poging tot ontvoering van Insia. We gaan hier stoppen, hier heb je hem. Komt hij aan, met die bril op. Daar is nooit enige sprake van geweest. Dat konden we ook aantonen, bijvoorbeeld door paspoortgegevens te overleggen en dergelijke. Maar het gekke is, iedere keer als we dat ook wilden doen en we dus poogden met in ieder geval die justitiële autoriteiten van India in contact te komen om ons verhaal te doen, ja, werd dat afgewimpeld of was daar kennelijk geen belangstelling voor. Ik denk dat het echt klip en klaar is dat het echt niet om Insia gaat. Het lijkt erop dat hij een oorlog met haar aan het voeren is in zijn eentje, want zij voert geen oorlog. Zij wil alleen het meisje terug en dit contact is eigenlijk de dupe van het feit dat de vader kennelijk woest is op de moeder met als reden dat ze bij hem weggegaan is. Het is een reactie op het feit dat ik op enig moment heb gezegd, ik wil niet verder in deze zeer schadelijke relatie. Ik wil niet meer in zo'n positie zitten waar ik keer op keer niet als mens word behandeld. Naast de rechtszaken probeert Nadia op allerlei manieren aandacht te vragen voor de ontvoering. Ze start een petitie die bijna 70.000 keer ondertekend wordt en demonstreert op de Dam. Ik sta hier vandaag omdat het precies 1 jaar is geleden dat Insia met geweld is ontvoerd uit Amsterdam. Ook op politiek niveau wordt er van alles gedaan om Insia terug te krijgen naar Nederland. We hebben echt even heel goed kunnen spreken. En nogmaals, alle verhalen, alle achtergronden goed in elkaar gezet. Wat we het beste kunnen doen om Insia terug te krijgen. Vlak voor Moederdag stuurt Nadia een oproep aan koningin Maxima en krijgt ze reactie. Ook haar reactie was, dit is gewoon ontiegelijk veel leed. En er moet in ieder geval contact komen. Dat kun je dus niet, dat kun je een kind niet aandoen. Ook premier Rutte neemt de zaak serieus. Tijdens een handelsmissie en werkbezoek gaat hij het gesprek aan met Narendra Modi, de premier van India. Ik vind het vooral heel erg belangrijk dat er weer gewoon regulier contact kan komen tussen moeder en dochter. Ja. Ook voor haar ontwikkeling heel belangrijk. Ja. Je hoopt natuurlijk dat er nog meer mogelijk is, maar tenminste dat contact hersteld wordt. Ik kan niet zeggen hoe de premier erop reageert. Je weet natuurlijk niet precies wat er wordt gezegd, hè, in zo'n bilateraal gesprek. Maar ook in de gesprekken die ik heb gehad, merk ik een enorme betrokkenheid en de wens om dit op te lossen. 5 oktober 2018. Nadia krijgt de eerste mogelijkheid om Insia weer te zien via Skype, op bevel van de Indiase rechter. Na 3 Skype-sessies besluit vader het contact te stoppen. En hij verdwijnt van de radar. En hij houdt zich gewoon niet aan allerlei rechtelijke uitspraken, ook in India, over bijvoorbeeld contactherstel tussen moeder en Insia. En dat vind ik wel heel kwalijk. Zowel civiel als strafrechtelijk spant Nadia verschillende zaken aan. Ook justitie spant een zaak tegen vader aan en zo verliest hij het gezag over Insia. Wat mijn hele zaak het meest is bijgebleven is het optreden van mijn cliënten als moeder. Voor mij is het aanwezig zijn hier, voelt het alsof ik op een of andere manier 1 stap dichter bij Insia ben. Hoe zij toch een hele sterke vrouw blijft en alles doet, maar dan werkelijk ook alles wat in haar macht ligt om te proberen Insia terug te krijgen. 11 juli 2019. Ruim 3 jaar na de ontvoering volgt de uitspraak voor de mede-ontvoerders. De rechtbank heeft 6 mensen veroordeeld tot straffen van ruim 4 jaar cel voor hun betrokkenheid bij de ontvoering van peuter Insia.
Terwijl de rechtszaken voor de gevangenisstraf nog in volle gang zijn, krijgt de vader van Insia een dwangsom opgelegd van 10.000 euro voor iedere dag dat hij Insia langer in India achterhoudt en niet terugbrengt naar Nederland. De rechter vindt het belangrijk om hem te dwingen. En ik heb zoiets van, het geld kan mijn borst wezen. Breng mijn kind gewoon terug. Na verschillende rechtszaken wordt de vader van Insia door de rechtbank veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf voor de ontvoering van Insia. Ook moet hij een schadevergoeding van ongeveer 45.000 euro betalen. Alle rechtszaken in Nederland heeft de moeder gewonnen. En tot aan de hoogste rechtscolleges. Je houdt je niet bezig met, oh, die gaat voor zoveel jaar de cel in, of die gaat zoveel jaar de gevangenis in. Het enige waar je je mee bezighoudt is, draai de tijd gewoon terug. Zorg er gewoon voor dat mijn meisje weer terug bij mij is. Bijna 5 jaar na de ontvoering wordt er een internationaal arrestatiebevel uitgezet. De vader van Insia kan nu niet meer vrij reizen omdat hij het risico loopt buiten India te worden gearresteerd. India levert geen eigen onderdanen uit in principe. Dat is eigenlijk het grote knelpunt. Nederland kan een uitleveringsverzoek doen. Dat kan India honoreren, maar ze kunnen het ook afwijzen. Dus dat maakt het ook ingewikkeld. Maar ik heb wel begrepen dat er uitleveringsverzoeken zijn gedaan door Nederland. Als dit jaar de Indiase president Ramnath Kovind naar Amsterdam komt, kaart Nadia nogmaals de zaak van Insia aan bij het Koningshuis. Dit is wat ik moet doen voor mijn kind. Kan gewoon ook niet anders. Hierin heb je geen keus. Ik geloof erin. Het kan nu lukken. Als het iemand kan lukken, kan het nu lukken. Nee. Als ze maar terugkomt. Nee. Ik zal niet stoppen. 9 jaar gevangenisstraf, geldboetes en een internationaal opsporingsbevel, koninklijke bemoeienis en politieke bemoeienis hebben er al die tijd nog niet voor gezorgd dat Insia terug is. In een volgende video gaan we in gesprek over wat er nog nodig is om Insia terug te krijgen naar Nederland.